Ladies and gentlemen, we got him. Daar sta ik weer, ergens in het centrum van Leiden, op zoek naar mooie Leidse verhalen. En deze week een actueel Leids verhaal met een diepere historische lading. Ladies and gentlemen, we got him. Het zouden de woorden geweest kunnen zijn van de directeur van de Leidse LACO hier achter mij, directrice Metra Knol. Want zij tikte namelijk 2 weken geleden voor het luttele bedrag van 2 miljoen euro dit iconische werkje op de kop op een veiling in Londen. En zeg nou niet, beste Leidenaren, ja, dit kan mijn nichtje met een stel kleurpotloden van 3 ook. Nee, dit is één van de hoogtepunten van het stijljaar. Eén van de hoogtepunten van de kunststroming de stijl. Het werk is genaamd Contra Compositie 7 en werd in 1927 in Parijs geschilderd door Theo van Doesburg. Die ook een hele duidelijke Leidse klik heeft. En u ziet aan het schilderij die typische stijl. Namelijk horizontale en verticale lijnen en primaire kleuren zoals geel, rood en blauw. En geen objecten in het schilderij, het was abstract. En dat was in die tijd, aan het begin van de 20e eeuw, toch wel geïnspireerd op de wetenschappelijke ontwikkelingen. En geïnspireerd op de nieuwe technieken die er in de maatschappij zichtbaar waren. En ook de verharding die in de maatschappij zichtbaar was. Dat heeft allemaal ten grondslag gelegen aan de oprichting van de stijl. De stijl, hoor ik u denken. Leiden, hoor ik u denken. Jazeker, er is een duidelijke klik tussen de kunststroom in de stijl en Leiden. In 1917 werd hier op het Kort Rapenburg nummer 3 het tijdschrift De Stijl gelanceerd. En dat kunt u nog zien omdat het logo van de stijl nog steeds ingemetseld zit in de straat. De stijl dus, het was een tijdschrift. En Theo van Doesburg, die toen in Leiden woonde, was initiatiefnemer en hoofdredacteur van dit tijdschrift. En hij wilde met dit tijdschrift eigenlijk een nieuwe moderne kunststroming inluiden. De stroming van de stijl. Hij regelde de financiering, hij schreef de stukken, want eigenlijk was hij meer schrijver dan kunstenaar. Hij snakte ernaar om die oude kunstenaars aan het begin van de 20e eeuw met zijn teksten en zijn mening over moderne kunst tegen hun stompe hersenen te kwakken. De artikelen die hij dan schreef. De stijl werd dus een tijdschrift voor moderne kunst, waar objecten zoals we dat kenden uit de vaderlandse schilderkunst in de 17e eeuw verdwenen waren. Het ging om die lijnen, het ging om die kleuren. Het had een oplage van 1000 exemplaren. En voor een abonnement betaalde je in die tijd 4,50 gulden. En daarvoor kreeg je de stijl 4 keer in je brievenbus. De inhoud was dus moderne kunst. En al snel gingen moderne kunstenaars zoals Oud, Rietveld, Kok, Mondriaan en een aantal anderen zich bemoeien met de stijl. En ook zij schreven stukken in het blad. De stijl werd internationaal beroemd, internationaal vermaard. Want het was namelijk een begin van een kunststroming die lang zou aanblijven. Theo van Doesburg schreef dus de stijl vol. En dat deed hij tot en met zijn dood in 1931. In 1932 ging het blad ter ziele. Maar het blad had in die tijd wel al een enorme impact gehad op de moderne kunst in Nederland en in Europa. Tussen 1916 en 1921 woonde Theo van Doesburg in Leiden. En daarna leed hij een nomade bestaan door Europa in. En in die tijd, in de jaren 20, ging hij steeds meer publiceren. Ging hij steeds meer schrijven, steeds meer poëzie maken. En dat deed hij onder invloed van de dadaïsten. Een soort absurdistische stroming waar eigenlijk geen regels voor golden. Een soort proteststroming tegen de gemaakte, strenge regels die er toenertijd in de literatuur golden. En hij publiceerde in het tijdschrift De Stijl onder andere onder het pseudoniem I.K. Bonset. En I.K. Bonset, dat is een pseudoniem geweest wat tot zijn dood in 1931 onbekend is gebleven. Niemand wist eigenlijk dat Van Doesburg erachter zat. Sterker nog, zijn goede vriend Mondriaan zei wel eens tegen Van Doesburg dat hij dat werk van I.K. Bonset eigenlijk maar helemaal niks vond. En hier achter mij op een schoolplein op de Doesastraat heeft Stichting Tegenbeeld nog een van de gedichten van I.K. Bonset op de muur geverfd. En ik kan u verklappen, het kan wel een likje verf gebruiken, dit gedicht. Maar toch zou ik u aan het eind van deze vlog willen vragen om een flesje wijn open te trekken. Een mooi candlelight muziekje aan te zetten. En een stukje kaas neer te zetten. Want ik ga u met alle gevoeligheid die ik heb dit gedicht voordragen. Lobelia heet het. Op mijn tafel is de hemel. Sterren wie in lila blauw. Op mijn tafel staat een inktpot. Ligt een smerig eindje touw. Wat is de hemel diep? Wat is de hemel hoog? Wat is de hemel rond, rond, rond? Wat is de hemel blauw?
Wat zijn de sterren? Wit, wit, wit. Wat is de hemel? Dit, dit, dit. Dit was Joost Blaï voor Leiden.tv over het tijdschrift De Stijl en Theo van Doesburg, staand op een schoolplein in de Doezastraat.